Ik vond de voorstelling vond ik echt geweldig. Ik vond het echt een voorstelling waar ik echt heel veel hoop uithaalde. En ja, echt een voorstelling waar echt iedereen naartoe zou moeten gaan. En niet alleen voor mensen zelf die een eetstoornis hebben, maar ook voor mensen voor naasten, maar ook voor hulpverleners. En het gaf mij ook echt heel veel kracht op het moment dat ik zelf nog in mijn eetstoornis zat. En ja, het gaf mij ook echt een stimulans om weer door te vechten. En ik dacht echt toen ik Maartje zo zag spelen van ja, als haar het lukt, dan moet het mij toch ook lukken. Samen Sterk Zonder Stigma heeft meerdere projecten. Waarbij bijvoorbeeld de Social Run. En er is ook een donatie gegaan naar de voorstellingen Stille. En afgelopen jaar is er ook een donatie gegaan naar de filmopname voor de DVD van Stille. En dat is heel erg belangrijk. Waarbij er ja, veel meer begrip komt daardoor voor mensen met een eetstoornis. De Social Run is een non-stop estafetteloop van 555 kilometer in 48 uur. Waarbij we een rondje lopen rondom de IJsselmeer. In een team van ongeveer 23 mensen van zowel cliënten, medewerkers en vrijwilligers. En van mij dus een heel team. En dat doen we dus een heel weekend lang. En waarbij we dus geld gaan inzamelen om stigma te bestrijden. Ja, ik ben ambassadrice bij de Social Run, bij Samen Sterk Zonder Stigma. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Ik heb zelf ook ervaring met stigma en ook vooral zelf stigma. En ik, toen ik mee ging doen aan de Social Run, was het voor mij best wel een angst om buiten te gaan lopen met korte mouwen. Om, ja, om te gaan hardlopen, ja, was dat best wel belangrijk natuurlijk om te gaan trainen. En toen was het voor mij wel een angst om lid te gaan worden van een atletiekvereniging. En ja, ik had zoiets van, ja, durf ik dat wel? Van, ja, hoe gaan mensen mij zien? Wat wij graag zouden willen is dat er zoveel mogelijk teams mee gaan doen. En ook eigenlijk het liefst veel meer teams buiten de GGZ. Van, ja, het is eigenlijk alleen al een stigma om te gaan zeggen van het geldt alleen maar voor de GGZ. En ja, het zou heel mooi zijn dat er nog meer teams internationaal mee zouden gaan doen. En ja, dat zouden wij eigenlijk wel fantastisch vinden. Het is eigenlijk voor mij echt een stok achter de deur om goed voor mezelf te zorgen. Want als ik niet goed voor mezelf zorg, dan kan ik ook niet meedoen met de Social Run. Want ja, ik moet wel goed blijven eten. En ja, dan kan ik gewoon niet meedoen met de Social Run. En Social Run geeft me gewoon een goed gevoel en geeft mij kracht. Een positieve energie, ik word er blij van. Social Run is gewoon een groot feestje. En wij zeggen altijd, we gaan op schoolreisje. Ja, je kunt meedoen aan een loopwedstrijd. En ja, het is heel leuk om een medaille te krijgen en over die eindstreep mee te doen. Maar nu kun je je verbinden aan een goed doel. En dat is gewoon echt fantastisch.